Ik ben Jesse van der Heijden. Ik werk bij WZT Schijndel in de productie. En mijn grootste hobby is skirunnen. Eigenlijk heb ik het via een vriend van mij goed leren kennen. En ja, toen heb ik het eigenlijk een jaartje gedaan. Toen is hij verhuisd en toen heb ik een hele tijd stilgelegen. En nu doe ik het weer echt gewoon full sinds een half jaar. Ik heb wel speciale plekken hier in Den Bosch bijvoorbeeld. In Schijndel zijn een aantal plekken. In Eindhoven zijn er een aantal plekken. En ja, hoe verder je in het freerunnen komt, ja, hoe meer plekken je eigenlijk gaat ontdekken. Dan kan het simpelste bankje al een hele goede spot zijn. Jesse is een heel aardige jongen. Hij kan wel goed werken. Die hobby ken ik niet. Nee, die weet ik niet. Ik kan volgens mij ook best goed met de mensen hierop zitten. En volgens mij mogen ze mij ook wel. Dit zijn van die koffiepads voor cappuccino en dat soort dingen. Die moeten wij nou dus van foute doosje naar een nieuw doosje en dan gaat het terug naar de klant. Hier staat Shadow, dat is mijn bijnaam sinds ik 9 was. En hoe ik die bijnaam heb gekregen weet ik nog steeds niet, maar ik vind hem wel oké. Daarom heb ik hem ook op mijn arm laten tatoeëren. Nou ja, het geeft mij gewoon een kick. Ja, dat is gewoon makkelijk voor in mijn woorden gezegd. Gewoon een kick.